Wij organiseren hier een simulatie van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Of eigenlijk een voorbereiding op die Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de leerlingen die gaan zich in twee verschillende groepen, Democraten en Republikeinen, voorbereiden op een debat dat uiteindelijk als afsluiting zal plaatsvinden hier in de aula. Een debat tussen de twee presidentskandidaten, Trump en Clinton. En dat debat dat gaat over allerlei standpunten van de presidentskandidaten. De leerlingen bestaan uit, zijn in totaal twee groepen van ongeveer 10 leerlingen die zich voorbereiden voor hun eigen presidentskandidaat. Er zijn dus twee groepen, Republikeinen en Democraten, en die bereiden zich voor. En ze zijn nu, tot vanmiddag zijn ze bezig geweest met het uitzoeken van de standpunten van de presidentskandidaat op het gebied van milieu, op het gebied van economie, op het gebied van terrorisme, dat soort zaken. En straks, zometeen in de aula, dan zal er een debat plaatsvinden over die onderwerpen. In principe wil ik liever niet dat Donald Trump zou winnen. Puur vanwege het feit dat ik hem niet als de kandidaat zie die altijd goede besluiten zou kunnen nemen. Ik denk dat hij zeer impulsief is, dat hij echt spreekt uit zijn hart. En dat spreekt heel veel mensen op dit moment aan. Maar als president moet je ook wel goed kunnen nadenken over de besluiten die je neemt. En ik heb mijn twijfels bij het feit of hij dat altijd zal doen. Hij is wel een succesvol zakenman, dat moet je hem nageven. En ik vind hem ook wel een interessante kandidaat. Want heel veel mensen waren tegen, maar hij heeft hele extreme uitspraken gedaan. Maar ondanks alles wat hij heeft gezegd, wist hij toch die Republikeinse nominatie binnen te slepen. En dat zegt misschien toch ook wel iets over hoe Amerika eraan toe is. Hoe het daar nu staat met de economie, met het land zelf en met werkgelegenheid en dat soort zaken. Ik vind haar een heel interessante kandidaat. Ik vind het heel erg gaaf dat ze de eerste vrouw is die voor president runt. Ze heeft natuurlijk ook wel haar fouten. Ik ben niet met alles eens wat ze heeft gedaan, maar ik ben niet tegen haar. Als je moet kiezen tussen haar en Trump, 100% Hillary. Ik heb een team vastgesteld van 10 adviseurs. Dat mochten we ieder doen, ik en Sander allebei. En ik heb een team van 5 HAVO-mensen, 5 VWO-mensen en 6 VWO-mensen. En voor 3 weken lang hebben we elkaar filmpjes gestuurd in een groepschat en informatie opgezocht. En vandaag waren we uitgeroosterd, dus toen hebben we gewoon de hele dag besteed aan speeches schrijven en informatie opzoeken. En ik hoop dat het zo meteen goed gaat. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.